31 punten verschil. Daar zag het halverwege het tweede kwart nog niet naar uit toen jullie 20-24 voor stonden. Nee. Wat gebeurde daarna? Het is een game of runs tegen Leiden. En Leiden is wel heel goed met omschakeling van verdediging naar de aanval. En, de percentage van hun ligt zo hoog. En als jij fouten tegen hun maakt, dan ga je eraf. En dat gebeurde. Ja, precies. Waar ligt dat aan? Je zegt we maken fouten, maar wat is er wat aan te voorkomen? Nou ja, je probeert die jongens wel te behoeden voor bepaalde dingen die ik op de tape zie. Maar het is ook wel een kwaliteitsdingetje. Ik bedoel, Thompson en Watson speelden vandaag niet zo heel goed. Maar daar stapt Sims vandaag weer op. Die speelde, vond ik wel, een berenpartij. En Hurty doet gewoon zijn ding. Het is gewoon een heel lastig bespeelbaar team. Ja, het gevaar kan van alle kanten komen. Ja, je hebt niet echt specifiek iemand. En zowel aanvallend als verdedigend zijn ze gewoon zo... Ja, die pace ligt zo hoog. En wij gaan op een gegeven moment wel mee. Ik denk dat we een paar driepunters raak schieten. Waardoor we best wel in de game hangen, zeg maar. Maar dan hebben hun een spurt van 2 minuten. Waardoor je gewoon een 12-2 run om je oren krijgt. Neem een time-out. En eigenlijk is dat net weer dat gaatje wat ze slaan voor de rust. En dat doen ze vaker. Want dat hebben wij ook al een keer gehad. Dat ze net voor de rust even een gaatje slaan. Ja, dat is gewoon kwaliteitsverschil. Ja, dat was volgens mij die vorige competitiewedstrijd hier. Ja, klopt. En daar werd het uiteindelijk ook iets van 30 punten verschil nog. Ja, ja. Dus is er iets, neem je iets van een leermoment mee van zo'n wedstrijd voor je spelers? Nou ja, voor ons was het natuurlijk gewoon zorgen dat we vandaag heel blijven. En zaterdag is natuurlijk een heel belangrijke wedstrijd voor ons. Dus ik wilde mijn jongens wel, dat is de startende 5, zeg maar, wel een beetje laten spelen. Om gewoon in het ritme te blijven. Maar op een gegeven moment, toen het echt niet meer ging en toen Leiden steeds beter begon te spelen, dacht ik ook van ga een beetje doorwisselen. En het was prima zo. Ja, precies. Is er nog iets van waarvan je zegt van die deed het vandaag bijzonder goed? Ik vond Van Tonger in het begin met zijn driepunters. Die had er geloof ik 4 voor de rust. Die was ook de enige in de dubbele cijfers. Die speelde volgens mij wel een goede partij. Ja, weet je wat je... Leiden gokt heel veel. En daar komen ze natuurlijk ook mee weg. Omdat ze echt van die snelle jongens aan de voorkant hebben. Maar als je dus iets meer je tijd neemt. En zorgt dat als je de bal naar de top of vanaf 45 naar binnen kan komen. Dan kan je best wel de weak side vrijspelen. Dat deden we eigenlijk in het eerste kwart heel goed. We kregen allemaal open schoten. En als je dan een paar erin schiet, dan is het leuk. Ja, want je had voor de rest 4 2-punters en 8 3-punters. Ja, dat is een beetje de manier waarop we spelen. En dat is gewoon... ik vind als je goede schoten creëert, of het nou 3'tjes of 2'tjes zijn, daar train je op. En de schoten komen bij ons redelijk altijd van dezelfde kant. Of van dezelfde spelers. Of dat is gewoon de manier waarop je speelt. Dus, en als ze raak gaan, dan... Dat zeg ik tegen Leiden, moet je een perfecte game spelen om hem te winnen. Ja, precies. Als we even kijken naar de restant van de competitie. Mm. Ik bedoel, je hebt natuurlijk zaterdag die belangrijke wedstrijd tegen Ares. Waarbij je in ieder geval bij Ares aan kan haken. Mm-hmm. Met het oog op de play-offs. Hoe schat je kansen in voor de rest van het seizoen? Nou ja, ik denk dat wij gewoon de play-offs gaan halen. En, ik denk dat als wij spelen natuurlijk thuis altijd wel, zijn wij een redelijk sterke ploeg. Ares zal ready zijn, daar ga ik vanuit. Zullen op volle sterkte zijn en dat zullen wij ook proberen te zijn. En, dat gaat een leuke wedstrijd. Ik denk dat dat al een beetje een play-off wedstrijd wordt. Dus iedereen wil een beetje die laatste plaats of de laatste 2 plaatsen claimen. Dus daar gaan we volledig voor. Tenminste, ik ga er sowieso voor. Ja, precies. Je gaat er altijd voor. Sowieso. Dus nu wil ik wat zeggen over Ares, die wedstrijd tegen Ares. Ares heeft natuurlijk van het weekend voor een behoorlijke stunt gezorgd. Mm-hmm. Door met Donar te winnen. Dat is voor jou natuurlijk niet echt prettig dat je dat moet herkennen. Nee, ik was op een feestje van mijn stiefvader. En ik had helemaal eigenlijk niet naar de standen gekeken. En, ik heb daarna nog aardig wat borreltjes naar binnen zitten gooien, zeg maar, want ik was er goed ziek van. Ja, Feyenoord wint dan ook nog van Landstede. Ja, dat kon er ook nog wel bij, dus het was een hartstikke leuk weekend vorige week. Nou ja, gelukkig word je nog bij Limburg, in Limburg. Want dat klopt. Dat is heel lastig en volgens mij moet Leeuwarden daar ook nog naartoe. En volgens mij krijgt Feyenoord nog Limburg bij hun thuis. Ja, dat is een hele lastige ploeg. En ik vind goed gecoacht. En die Washington, moet ik eerlijk zeggen, dat is echt een monster. Ja. Dus als hij het op zijn heup hebt, zoals hij tegen ons had, hè, geloof ik wel weer 20 en 14 rebounds of zo.
Ja, dan wordt het heel. Dan is Limburg gewoon echt een lastige ploeg. Simic die een paar balletjes erin gooit. Een paar andere jongens schoten drietjes erin. Ja, dan is het een hele lastige ploeg. Dus er gaat iemand nog wel struikelen daar. Wie weet ik nog niet, maar er gaat iemand nog wel daar verliezen. Ja, jij hoeft er niet meer heen naartoe. Gelukkig niet, nee. Ik ben klaar. Ja, precies. Hey, Max van Schaik, gaan we die nog zien dit seizoen? Ja, dat hopen we wel. We hadden eigenlijk gehoopt dat hij zaterdag mee kon spelen, maar. Scheen een slijmbus te hebben, nou weer niet. Morgen wordt dat weer dubbel gecheckt. Dus misschien dat hij nog een spuit erin kan krijgen en kan gaan. Maar het is allemaal een beetje vaag. Het is niet echt scooterongeluk gehad. Dat hij last van zijn rechterschouder. En nu doet zijn linkerschouder heel erg pijn. Dus zijn rechter is eigenlijk weer helemaal top. Alleen zijn linkerschouder begon pijn te doen. Dus dat was gisteren of eergisteren een slijmbus. En vandaag zijn ze daar toch weer over aan het twijfelen. Dus... Ja, misschien een beetje overcompensatie voor zijn rechterschouder dat hij met links iets te veel gedaan heeft. Waarschijnlijk, maar we hebben Jesse gelukkig nog erbij. Die zou geopereerd worden gisteren en dat is uitgesteld vanwege iets dat ertussen kwam. Dus die kunnen we in ieder geval gebruiken en die speelde vandaag oké. Maar die kan ons zeker helpen tegen Ares, want we hebben altijd wel heel veel last van die Kinney, die grote jongen van Ares. Dus ja. Daar kan in ieder geval Jesse een beetje de 110 kilo in de strijd gooien. Ja, die kind is een beetje listig al met linkerhand, linkerhoekjes vaak, hè? Linkerhoekje en hij is ook wel heel bewegelijk voor een big guy. En ik merkte wel dat hij in het begin heel goed speelde. En nu weer tegen Donar zag ik hem bijvoorbeeld bijna helemaal niet. Dus het is wel een beetje ups en downs. Maar dat nogmaals, ik denk dat zaterdag echt de play-off wedstrijd wordt. Dus dat is alleen maar leuk, denk ik. Oké. Hey, dankjewel. Ik wens je sterkte voor zaterdag. En we spreken elkaar misschien wel weer in de play-offs. Sowieso.